Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Floor Decor Zutphen, Arabian Oud, Cullins en Muslim Kids Entertainment. Fuck Hamza. Is er wat? Nee man, dat is niet. Goedemorgen, Amar. Lekker geslapen? Ja. Wil je gebruik maken van je belmoment? Als kan. Help me. Je doet alsof het goed gaat. Ik zie je vallen voor de dunya. Je vraagt Allah wanneer het nodig is, maar ben je ook daar wanneer het beter gaat? Vergeten waar je voor leeft, je hart die is harder dan steen. Vergeten wat Allah je geeft, ogen zijn droog en geen tranen doorheen. Alsof we deze wereld nooit verlaten, alsof we slapen en de ogen niet openmaken. Ze zeggen het draait om geld dat je het zo gaat halen. Probeer je wakker uit die droom te maken. Waarom ben ik hier op aarde? Ik had grote vragen. Het antwoord in het boek toen ik het openmaakte. Ik las over Allah en mijn ogen traden. Ik was verdronken, maar de waarheid kwam boven water. Deze dunia is verleidelijk, dit leven is tijdelijk. En de dood is onvermijdelijk. We hopen beloning te krijgen voor Jannah te strijden. Alleen Allah die prijzen we. We doen onze best om de zondes te mijden. Koran en de Sunna ze wijzen me. We doen onze best om de zondes te mijden. Koran en de Sunna ze wijzen me. Je doet alsof het goed gaat. Ik zie je vallen voor de dunya. Je vraagt Allah wanneer het nodig is, maar ben je ook daar wanneer het beter gaat? Vergeten waar je voor leeft, je hart die is harder dan steen. Vergeten wat Allah je geeft, ogen zijn droog en geen tranen doorheen. Houd de dunya in je hand, laat het niet je hart slopen. Vergeet je Allah, gaat het niet goed aflopen. Zo gaan er van die stippen op je hart komen. Toen berouw van die zondes moet je afkomen. Vergeten waar het allemaal om draait. Hiernamaals wordt geoogst en in dunya wordt gezaaid. Volg je de shaitan en je ziel is never vrij. Je daden neem je mee, maar de rest laat je behind. We hopen beloning te krijgen voor Jannah te strijd. Alleen Allah die prijzen we. We doen onze best om de zondes te mijden. De Koran en de Sunna ze wijzen me. We hopen beloning te krijgen voor Jannah. Fakka Hamza. Hey Alma. Hoe is het met de boys? Iedereen doet gewoon zijn ding toch? Goed om te horen. Je weet waarom ik bel toch of niet? Je komt vrij toch? Is er iets? Je klinkt niet zo blij. Er is niks man broer, ik kan gewoon niet te veel praten op telly. Oké. Kan jij of een van die boys me dinsdag ophalen? Dinsdag kom ik je ophalen. Dan zie ik je dinsdag, ja? Ik moet ophangen. Dat is goed bro, rustig aan. Heel rustig. Boys, Amar komt vrij man. Nee, ja? Hey. Zie, mijn niffel die komt vrij en zo. Ja. Ik heb die man gemist. Oei. Ja. Ben je niet blij, broer? Ja, maar... Kievis, maar wat? Hij moet gewoon oppassen, man. Amar kwam vrij uit de gevangenis. En ik moest hem zo snel mogelijk spreken. Want de verhalen gingen rond dat er mensen naar hem op zoek waren om hem af te maken. Hetgeen waar ik zo bang voor was en waar ik hem en alle jongeren voor had gewaarschuwd,
werd werkelijkheid. En nu was het tijd voor Ammar om zijn veiligheid en redding te zoeken bij Allah subhanahu wa ta'ala. En om het wereldje achter zich te laten. Hij moest leren van zijn fouten. Want anders is het te laat. Heel goed. Hoe is het? Niks met jou? Rustig, man. Hoe voelt u weer vrij te zijn dan? Ik ga gelijk gaan, man. Heb ik goed op mijn broertje gelet of niet? Jawel man, maar hij is een beetje achteruit gegaan. Wat dan? Hij neemt zijn medicatie niet, man. Wat? Ik heb hem onlangs nog naar spoed moeten brengen. Trouwens, hè, toen ik jou belde. Ze zijn gewoon aan het scannen in de week, hè, sahibi. Ja, en dan? En dan? We zijn nu berg, hè, sahibi, wat bedoel je? Komt goed. Je bent ook niet barky, man. Heb je toch gezien wat ik met een van die mannen van heb gedaan? Hè? Huh? Als moet ik weer ijskoud, man. Ga naar binnen, man. Even mijn broertje zien. En mijn moeder. Ik zie je snel weer, hoor. Rustig. Hoe is het? Goed. Ja? Waar is mama? Wekken. Ja? Oké, man. Ga naar binnen, man. Kom. Ja. Bismillah. Hoe is het met je gezondheid? Goed. En met je ogen? Ook goed. Ga met slaap. Alhamdulillah. Weet je zeker? Ja. Niet tegen mij liggen, hè? Ik lig niet. En met je medicatie? Ook goed. Wanneer is je volgende afspraak? Volgende week. Kijk, ik breng jou wel, ja? Mama zal me brengen. Ja, komt goed. Heb je wat gegeten? Nee. Ik ga wat van je maken, hè? Financieel ging het slecht. De gezondheid van zijn broertje ging zwaar achteruit. En mensen waren naar hem op zoek. Ondanks alle problemen en moeilijkheden waar hij tegenaan liep, zei ik tegen hem: niets of niemand zal je uit deze problemen halen, behalve Allah. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Wanneer je vertrouwt op Allah subhanahu wa ta'ala en al je vertrouwen legt in Allah subhanahu wa ta'ala, komt alles goed. Weet dat wanneer Allah subhanahu wa ta'ala aan je zijde staat, dat niets of niemand je kan verwaarlozen of kan vernederen of kapot kan maken. En dit is hetgeen wat ik Ammar heb verteld en wat hij nooit moet vergeten. Ik zag dat het hem raakte. Hij was de schepper nog niet vergeten, alhamdulillah. En hij zei me nog, ik moet nog een paar dingen regelen, bro, en dan is het klaar. Maar de vraag is, wanneer zet je die stap? Hoe was die Jilla life dan? Niks bijzonders, man. Gewoon mijn tijd uitgezet. Je bent beest geworden, hè? Je hebt nog een beetje kunnen trainen daar. Dat valt mee, man. En met netwerken en zo, heb je nog wat daar kunnen fixen? Veel kleins daar, man. Ja, is niet. We kunnen ze eerder gebruiken. Snap je. Hoe is het met de lijn? Sterk, man, broer. Het is gewoon draaiende, toch? We kunnen onderhouden? Wat denk je, bro? Tuurlijk. Goed zo. Yo, maatje. Wat heb je nodig dan? Van Assenstraat? Wordt geregeld, maatje. Luister dan, boys. Ik heb een crush voor iemand. No, maar ik ga niet, man. Hé? Ik heb het druk, man, broer. Hoezo ga je zelf niet? Ik weet hoezo ga je zelf niet. Hamza. Fuck up, boys. Yo. Yo, Ammar. Lang niet gezien, man, bro. Hoe is het? Goed even mee. Wat is er, bro? Je moet even wat voor mij doen. Wat dan? Je moet even wat voor mij brengen. Ik weet niet, man, broer. Op de je weet niet. Broer, ik wil stoppen met die toren, man. Hij begint te bewegen, man. Dus één keer. Is goed, broer. Maar het is de laatste keer alleen voor jou, man. Bro, ik zei toch dat hij vrij is? Weet je het plan van Shota? No, man. Maar bro, ik kan je echt zeggen, hij gaat niet halen. Wie is die dikke? Bro, dat is Hamza, man. Hij was er ook bij, weet je dat? En die Hollander? Bro, die man is in het parkje. Bro, denk dat ze ons vaak hebben gezien. Bro, geen stress. Gaan voelen. Kom, we gaan. Waar die boys van Shota toch? Psh, wat denken ze wel niet? Als ze nog één keer komen, dan gaan ze zien. Het komt goed, boys.
Shota, Amar is vrij. Boys, dus jullie weten dat Amar vrij is, maar jullie doen niks. Fuck aan met jullie dan. Bro, wat kan jij praten? Je doet geen ene moer. Boys, jij bent een kleine loopjongen. Tegen wie praat jij dan? Oh, stoer? Nee, jij moet sowieso weggaan. Hey, hey, boys, ik zeg jullie, ik sta jullie helemaal kapot. Boys! Jullie twee, gaan ze achtervolgen. En jij gaat naar Hamza toe. Hij maakt hem af. Niet schreeuwen, vrienden, het is een woonweek. Bro, wat is er? Doe rustig, hoor. Nee, bro, ik heb hier helemaal geen zin in. Ja, bro, kom hier, man. We kennen elkaar al jaren. Nee, bro, nee, nee, niet aanraken. Ik geef gewoon snel het geld. Ik ga er vandoor. Doe eens rustig, maatje. Ja? Zie je, snel het geld. Ja, is goed, hoor. Wat zijn we aan het doen? Red het, kill! Red het, jongen! Politie, staan blijven! En heb je het recht om te zwijgen? Je hebt het recht op een advocaat. Heb je dat begrepen? Ja. Rustig, man. Ja, genoeg van die praatjes. Hier komen.